Het is vandaag 26 januari 2017 en ik ben in Antwerpen bij het Zand, heet het hier. En ik sta hier voor Café Beveren. En Café Beveren, dat staat bekend om zijn orgel De Kap. Sinds 1937 staat er op het raam en het is, als ik het goed heb begrepen, het enige café nog in Antwerpen en in de verre omgeving bijna, dat nog met een De Kap orgel werkt. We gaan eens binnenkijken en een praatje maken met degene die dit café uitbaten. En eens naar de muziek luisteren van dit unieke stuk. Ja, wij zeggen techniek, zou je bijna kunnen zeggen. Dat is techniek overigens, die al jaren en jaren oud is. Ja, ik ben in Café Beveren in Antwerpen. Het enige café hier in Antwerpen. Dat nog een stuk over de kapmorgel. Als het niet al te druk is, dan mag je met 1 euro, als waar, als je 1 euro in een sleutje valt, dan begint het allemaal te spelen. Vandaag 26 januari 2017 en ik ben in Antwerpen in Café Beveren. Ja. En ik spreek met Mariette. Ja. En Mariette, jij bent de eigenaresse van de zaak, maar... Ja, mijn dochter. Maar je dochter is de eigenaresse, ja. Maar jij bent hier nog heel vaak te vinden achter de toog, ja, om het café te runnen. Ja. Het bijzondere, ja, van jullie café is dat het het enige café is in heel Antwerpen dat nog een De Kap orgel heeft, hè? Ja, ja, ja. Want vroeger waren er meer, zeker? Ja, vroeger wel. Hè. Dat was dat hier op de Kaai. Toch zeker, zoals ik weet, als ik jonger was, waren dat er toch al 5. Ja. Ja, en wat is de reden, denk jij, dat er zoveel zijn verdwenen? Omdat de jukebox dan is uitgekomen. Aha, want die achter mij staat nog een nostalgische jukebox. Ik zal hem straks even laten zien. Maar wordt daar overigens nog veel gebruik van gemaakt? Of meer van het orgel? Ja, toch alle twee. Zo. Ja, ja. Het orgel meer, ja. Want jullie zijn niet alle dagen van de week geopend, hè? Nee. Welke dagen van de week kun je hier wel terecht? Vanaf woensdag. Woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en ook nog zondag. En dan in de zomer is het alle dagen open. Oh, dan wel natuurlijk. Want ja, ja, dan is er ook veel meer volk in Antwerpen. Ja, dat is zeker, hè. Maar ja, veel mensen moeten dit denk ik ook nog een beetje ontdekken. Want het is natuurlijk een uniek café. Ja, ja, dat waar je deze muziek op de kaporgel nog kan horen. Ja. Want, maar ja, Mariette, je bent natuurlijk, misschien weet je dat ook nog wel, vroeger had je ook die danscafés, weet je wel, 14 billetjes, Willem Tell en noem ze maar op. Ja, 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 ja. En die zijn ook allemaal weg. Nee. Vind je dat erg? Veel jammer? Ja, eigenlijk wel, ja. Want dat is toch nostalgie nog voor de mensen. Ja. Die dansen toch nog graag, dat brengt ambiance. Ja, want en... kunnen de mensen hier ook dansen als het orgel aan staat? Dansen, ja? Dansen. Ze doen niet anders. Ja, ja. Want dit is niet zo verschrikkelijk een grote ruimte, nee, hier, dat niet, maar dan mag het ook wel extra gezellig, denk ik. Toch gewoon vol altijd. Ja, ja, dat kan me voorstellen. Ja. En wat voor volk krijg je nou binnen? Alles. Ja. Hier komt alles. Alle soort volk, jong, oud.
Maar veel Nederlanders ook? Veel Nederlanders, ja. Wel, ja, Limburgers van alle landen. En die komen dan, als ik, ja, dat kan bijna niet anders, die komen dan misschien ook op jou af, maar misschien met name op het... Nee, dank je. maar vooral denk ik toch op het kaporgel. Het gewone kaporgel, ja. Dat is het, ja. Die echte nostalgische... Dat is de attractie hier in het café, ja. Nog, hè? Ja. En zo'n kaporgel, staat dat al lang hier in dit café? Ja. Dat is, dit jaar staat dat hier dus 80 jaar. Al ditzelfde orgel? Ditzelfde orgel, 80 zo. Jaar. Dat gaan we dus vieren. Ja, meneer. En ja, dat weet ik nog niet, maar van de zomer... Oh, maar dat komt... Mijn dochter gaat dat nog doorsturen aan iedereen. Oh, dat wordt een speciale gelegenheid. Ja, ja, ja. 80 ja. jaar. 80 jaar bestaan van het orgel, ja. Zeg maar, Maria, dat is toch wel een wonder dat dat dan nog zo goed speelt. En dat speelt nog ja. wel, dat moet natuurlijk regelmatig onderhouden worden. Ja, want zijn er nog mensen die daar, nog genoeg mensen die daar verstand van hebben? Om zo'n orgel te onderhouden en zo? Ja, wij laten dat dus doen door de kap zelf. Oh ja, dat bedrijf bestaat toch dat nog? Dat bedrijf bestaat nog altijd, ja. En die maken ook nog steeds nieuwe orgels? Of dat weet je ik niet? Niet, dat denk ik niet. Nee, nee, nee. Of dat die nog nieuw... worden gemaakt, dat denk ik niet, maar... Maar dat het dan 80 jaar hier al staat, dat betekent dat het café natuurlijk ook al zo oud is, of zelfs nog ouder. Dat is nog ouder, hè? Ja. Trouwens, hier heeft dan... Vroeger is een overstroming geweest, want dat orgel, dat mm-hmm. staat ook op een bakje. Oh ja. Ja, want de Schelde die kan af en toe behoorlijk stijgen meer, natuurlijk. Hè? Wat zeg je? Zeg nu niet meer, hè, met die muren. Nee, niet meer, maar in het verleden was dat natuurlijk dan geregeld zo. Dan moest je zorgen dat er zandzakken voor de deur lagen of zo. Om het te... Dat hier af, ook, ja. Ja, ook dat nog. Ja. Maar Mariette, vind je het leuk om dit café zo te beheren? Zeker, ja, ik ben er wel echt fier op. Ja, ja, ik kan me dat best voorstellen. En dus... ja, leuke klanten, en, praat je met de klanten? Heel leuke klanten, echt. Ja. Hier wordt altijd wel plezier gemaakt, ambiance. Ja. Weinig ruzies, hè. Ja, dat gebeurt wel al eens overal, maar... Dat willen we niet. Nee, nee, dat moet je niet hebben, en natuurlijk. De mensen moeten het ook respecteren. En want dat orgel, dat moet nog heel lang meegaan. Ja, want... Dus als ze daar zeker niks aan prutselen in... Nee, 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 want ja, er kan wel eens iemand een pintje te veel op hebben en dan... Het gebeurt, hè, dat gebeurt allemaal, ja. Maar dan ben jij kordaat genoeg om daar natuurlijk tegen op te treden. Of je dochter. Staat je dochter s'avonds hier ook? Die staat hier altijd te werken, ja, wat die... S'avonds, twee ding dan ook. Ja. En dan ook in de week. Hè. Dus, ja. Hoe lang ben jij nou al betrokken bij Café Beveren hier, Mariette? Dat is nu 6 jaar en een half. 6 jaar en een half. Ja. Maar dat is niet de eerste keer dat je met een café te maken hebt. Ik heb vroeger zelf ook nog cafés. Oh. Alleen nog, hè. Dus mijn dokter heeft nog altijd nog cafés. En dat staat hier ook iets verderop? Of dat is aan de voetgangerstunnel. Ah, daar. Café het Chauffeurtje. Café het Chauffeurtje? Ja, dat is maar... ook een heel uniek cafeetje. Ook een gezellig cafeetje, maar daar staat geen orgel meer natuurlijk. Nee, dat niet meer. Dat is gewoon... Er staat een jukebox op. Ja, een jukebox. Ja. Ja. Oh god, maar dus jij hebt al heel wat ervaring in het caféleven. Als je dat zo naar... Want hoeveel jaar heb je dat voor die tijd gedaan? Voordat je hier kwam? Ja, dat was toch vanaf 95. Ja. Maar altijd met plezier het café uitgebaat. Of tenminste, laten we zeggen, de mensen te woord gestaan, bediend enzovoort. Ja, dan hoor je ook veel, denk ik, hè? Heel veel. Maar het bekende horen, zien en zwijgen, denk ik, hè? Ja, dat moet je. Ja, dat moet je wel kunnen als hoe moet ik jou dan noemen? Caféhoudster? Hoe noem jij jezelf nou als je zegt... Ja, ze zeggen cafébazin. Cafébazin. Het Antwerpse cafewijf. Cafewijf, maar ja, dat is heel goed bedoeld. Dat hoor ik niet graag. Nee, dat hoor je niet graag. Nee, maar dat klinkt ook niet zo leuk, hè? Nee, dat niet. Klopt. Maar het is hier heel gezellig. En een pintje. Je schenkt één soort bier of meerdere soorten? Nee, van pils hebben we maar één soort, ja. Ja, dat is, als ik het goed zie, dat Maas? Dat is Maas en dan heb je de koning. Hè? En de koning. Balken, bekend in Antwerpen. Ja, heel bekend. Ja. En het is niet alleen natuurlijk bier, maar ook een kopje koffie. Dat is hier ook koffie, heel gewenst. Dat kan ik nu al nemen. Dat ga je dan voor jezelf inschenken. Ja, je hebt gelijk. Ja, maar je hebt dan... Begin je natuurlijk, laten we zeggen, vandaag is het donderdag. Hoe laat ben je nou hier binnengekomen? Wanneer gaat het café open?
Het café is hier van 3 uur in de week, hè? Oh, in de week 3 uur. Twee kind is het van 1 uur open. Van 1 uur 's middags tot? Tot sluit, tot wie had er... Er is geen vaste sluitingstijd. Oh, dat kan het wel laat worden soms natuurlijk. Ja, ja. Of vaak. Ja, laat, ja. En maar dan is je dochter er ook bij. Ja, ja, die is... En staan jullie dan met z'n tweeën hier? Ja. Maar dat lijkt me toch best... Nee, ik doe hier in 2 keer niks. Oh, 2 keer doe je niks. Dan laat je het, zeg je nou, dan moet dochter de dochter maar doen. Mijn dochter doet dat met dan nog een compagnon. Of ja, ja. Maar dan, eigenlijk is er geen sluitingstijd. Nee. Is dat in Antwerpen, is dat niet... Jawel, denk ik wel. De meeste... Wij zijn toch altijd eigenlijk mee van de laatste open. Ja, ja. En dan wat spreken we dan over 2 uur? Ja, ja, zeker. 3 uur. Ja, en dan is er ook volop muziek. Ja. Maar hoe is het nou gewoon op een zaterdagavond? Hè? Dan draait het orgel als het ware gratis voor de gasten? Nee, nee, nee. Of moet er dan ook altijd wel weer even een euro ingestopt worden? Ja, dat is altijd via het kastje. Ah, ja, ja, ja. Dat kastje daar moet je dan een euro in stoppen. En dan speelt hij hoeveel nummertjes? 1. Dan speelt hij... Er zijn er af en toe 2. Ja, ja. Ja, want het orgel moet natuurlijk ook wel onderhouden worden. Dat kost geld en dan moet natuurlijk wat opbrengen. En alleen van een pintje en een kop koffie kan dat natuurlijk eigenlijk niet, denk ik, hè? Om het orgel allemaal te onderhouden. Dat kost wel. Ja, maar dat geeft ook niks. Ik denk niet dat de mensen het een probleem vinden. Ze vinden geen probleem, zo'n euro voor zo'n uniek stuk muziek. Nee, zeker. Nee, dat zeker niet. Maar ja, je hebt hier ook nog een jukebox staan, een nostalgische jukebox. Die wordt ook nog veel gebruikt? Ja. Ja. En je hebt daar ook je platen in aangepast, Mariette. Laten we zeggen, nostalgische, ja, wat zal ik zeggen, muziek die iedereen aanspreekt. Nou, buitengewoon gezellig. En je bent nog lang niet beu, denk ik, hier. Nee, zolang dat ik het nog ken. Ja. Vooral van de dingen zo. Dus dit is de kap. 1 euro voor de muziekstift. Is dat een nieuw vat, Mariette? Of, Dat is een nieuw vat en dat is al afgetrokken. En dat heb je al heel vaak gedaan, dat kan ik wel zien. Ja. Zo. Ja. Een pintje voor meneer. Mariette, ik wil het orgel nog wel eens graag even horen spelen. Ja. Ik geef je een euro, die mag je alvast uit de kas halen, ik geef het je straks terug. Ja. En dan moet je dan maar eens, als je dat wil, even in dat boxje doen en dan wachten we op de muziek die komen gaat. Oké, dat zullen we doen. Ja, en begin het dan gelijk te spelen of... Dan gaat hij hoor. Daar gaat hij beginnen, denk ik. Ah, juist. Thank you.
Nou, dat was fantastisch. Zijstraat van de Vlasmarkt. En hier naast ons ligt eigenlijk een deel van de oude Antwerpse haven. Waar vroeger hier de zeeschepen nog aanmeerden. En hun lading losten of kwamen laden.